Psyduck is niet een hele snelle Pokémon. Psyduck is wel level 18 en doet Confusion. Hij doet Confusion. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag gaan we verder met onze Nuzlocke Challenge. En dat doen we natuurlijk in Pokémon Let's Go Eevee en dit is ons team. We hebben Spruitje, onze Bellsprout, Steenkop, onze Geodude, Eve, onze Eevee, Queen, onze Nidorina, Pillar, Butterfree en Sky, onze Pidgey. En zoals jullie weten mag je bij een Nuzlocke Challenge alleen de eerste Pokémon vangen die je ziet op elke route. En als een Pokémon kapot gaat, dan is die dood en mag je hem niet meer gebruiken. En het is nu tijd voor onze tweede gym battle. En dat is de gym van Misty, het zwembad. En natuurlijk allemaal water Pokémon hier. Dus we gaan Spruitje vooral heel veel... Spruitje gaan we heel veel gebruiken. En deze meneer zegt inderdaad, Misty, de gymleader van Cerulean City Gym, is een krachtige trainer. Je moet een Pokémon van op zijn minst level 15 hebben. Dat hebben we. Laat Spruitje maar even zien aan deze meneer. Ja, ja. En dat betekent dat we de gym battle mogen gaan doen, jongens. Ik heb trouwens een andere achtergrond dan in mijn vorige video's. Laat even weten of je deze achtergrond leuker vindt dan de gele achtergrond die we normaal hebben. En we zien hier zo inderdaad iemand van duikplank springen. En die zegt, mijn Pokémon ga je kapot maken. Ik denk het niet, want wij hebben Spruitje. En Spruitje gaat jullie allemaal de moeder slopen. Beauty Lily is de eerste gym trainer tegen wie we gaan vechten. Niet de gym leader, maar wel een gym trainer. En we moeten tegen een Goldeen. Let's go, Spruitje! En toch, deze Goldeen is level 16, hè jongens. Goldeen is level 16. Wij zijn maar level 17. Dus we zijn maar één leveltje hoger. En Goldeen doet supersonic. En dat kan nog wel eens een vervelende move zijn. Want wij zijn nu confused. En het kan zomaar zijn dat we nu onszelf gaan slaan. Omdat we confused zijn. Maar ik hoop het niet. Spruitje, kom op. Pak die Goldeen. Lekker. Spruitje gebruikt gewoon Vine Whip. En dat is het einde van Goldeen. Kablam. Doei doei. Mazzel. Toedeledoki. 102 XP. Volgende trainer. Queen groeit ondertussen naar level 17. Dat is onze Nidorina. We krijgen 320 Pokémon. Dankjewel mevrouw. Door naar de volgende. Hallo. Spring je even van die duikplank? Mooie salto. Prachtig. Doe je goed. Maar ik ga je wel verslaan. In deze battle. Violet. Ik ga jou wel verslaan. Maar welke Pokémon heb jij? Jij bent Shellder. En het zou kunnen dat Shellder en Cloyster op een gegeven moment ijsaanvallen leren. En met ijsaanvallen hebben wij wel een probleem. Dan heeft Spruitje een probleem. Dat is een beetje het gevaar van deze gym battle. Als zij opeens... Kijk, dit bedoel ik dus. Ice Shard. Ja, dat is gewoon super effectief, hè? Mogen we hem... Ja, nee, dit... Kijk, dat bedoel ik. Ja, dit is lastig. Kijk, die ijs aanvallen. Oeh, daar ging Spruitje bijna met een one-hit KO. We moeten even terugschakelen naar Eevee, jongens. Even terugschakelen naar Eevee. Want als we nog een keer een critical hit op onze bakkes krijgen, dan hebben we een probleem. Die Shellder, die is dus ook sneller dan mijn Spruitje. En dat moeten we even niet hebben. Dus we gaan nu voor Buzzy Buzz. Deze Shellder is zelfs sneller dan mijn Eevee, joh. Of is Ice Shard gewoon een aanval waarmee ze altijd sneller zijn? Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, Shellder is down. Lekker! 97 XP. Beauty Violet verslagen. En ze is soaked. Ja, dan ga ik even terug. Want ik moet even healen. Oké, mijn Pokémon zijn weer geheeld in het Pokémon Center. En zal ik Spruitje gewoon even uit zijn Pokéball halen. Om hem wat extra vertrouwen te geven. Kom op Spruitje, je kan het. Nog één trainster die hier van de duikplank springt. En ze vraagt, verdien ik geen gouden medaille? Ja joh, doe mee aan de Olympische Spelen als je wil. Als je mij deze battle maar laat winnen. Daisy heeft ook een Seal. Ja, van Seal en Dewgong weten we zeker dat ze ijsaanvallen leren. En dan hoop ik niet dat die mij met één klap kapot gaat maken. Aqua Jet. Oké, Aqua Jet kunnen we hebben. Aqua Jet is wel een move die is volgens mij altijd sneller dan je tegenstander. Het is eenzelfde move volgens mij als Sucker Punch. Behalve dat ik hier niet van flinch. Dus dat is nice. Wij zijn sneller dan Seal. Hoppakee. Lekker gedaan, Spruitje. Bye bye, Seal. 103 XP. We gaan net geen level omhoog. Ik had graag gezien dat we toch even een level omhoog waren gegaan. Maar dat helaas niet. En dan ga ik even een potion geven aan Spruitje voor die 6 HP. Ja jongens, en dan is het zover. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik wil zo graag dat Spruitje niet kapot gaat. Let's go! Misty, gym battle nummer 2. We gaan hier voor onze tweede badge. En Misty zegt, hey, jij bent een nieuw gezicht. Hoe denk je over Pokémon? Wat is je aanpak? Mijn aanpak voor een wedstrijd is volledig aanvallen met watertype Pokémon. Misty, de wereldberoemde schoonheid, is je host.
Mijn lieve Pokémon zijn er klaar voor. Maar ben jij er ook klaar voor, vraagt ze. Wij zijn er klaar voor. Het enige wat ik hoop is dat Spruitje het allemaal overleeft. Ah, ik ben zo nerveus voor Spruitje. Als Spruitje down gaat, dan mogen we hem niet meer gebruiken. En dan is hij down. Dan is hij dood. En we moeten als eerst tegen een Psyduck. En ik denk dat we een Psyduck wel moeten kunnen verslaan. Let's go, Spruitje. Doe maar een keiharde Vine Whip. We zijn sowieso sneller dan Psyduck. Psyduck is niet een hele snelle Pokémon. Psyduck is wel level 18 en doet Confusion. Hij doet Confusion. Oké, dit moet lukken. Vine Whip is een move die altijd raakt. En dan is Psyduck is down. Oké, lekker gedaan, Spruitje. Psyduck hebben we verslagen, maar die Confusion die kwam hard aan. Spruitje gaat een leveltje omhoog. Die is level 18 geworden nu. Dat is nice. Oké, lekker gedaan, Spruitje. Man, en die wil stunspoor leren? Nee, dat hoeft voor mij niet. Ik hoef geen stunspoor te leren. En nu krijgen we te maken met de Starmie. En dan moeten we wel wisselen. We moeten nu wisselen naar Eve. Want daar is Spruitje nog niet tegen opgewassen. Eén meer Confusion op onze hoofd. En dan is het gewoon einde verhaal voor Spruitje. Dus Eevee, jij mag de tweede helft van deze battle doen tegen Starmie. En Starmie is level 19. Dat is ook een level hoger dan Eve. Maar wij hebben natuurlijk nu wel Buzzy Buzz. Dus dat is wel lekker. Hij doet Scald. Kijk eens dan. Die doet ook wel pijn hoor. Ja, die Starmie is geen misselijke Pokémon. Kijk dan. Oké, we moeten hier echt op gaan letten. Starmie is wel paralyzed. Starmie is wel paralyzed. Alleen, we hebben niet de helft van zijn HP eraf. En wij zijn snel. Ja, we zijn nu wel sneller. Nu die paralyzed is. Oh, lekker. Super effective. En we hebben het wel gehaald. Oké dan. Toch in twee klappen. Ik dacht dat het nog even spannend ging worden voor Eevee. Maar het valt gelukkig mee. Pillar groeit naar level 15. Onze Butterfree. En dan hebben we Misty verslagen. En die zeggen, wow, nou, het was toch te veel. 3000 Pokémonies. Ah, en zo hebben we dit weer overleefd. Zonder schade. Gelukkig. Hij zegt, oké, je mag de Cascade Badge hebben. Zodat je kan laten zien dat je mij hebt verslagen. Yeah, lekker. Hoppa. We krijgen de Cascade Badge van Misty. En daarmee gehoorzamen alle Pokémon tot level 30 mei. En we krijgen ook de favoriete TM van Misty. En dat is Scald. Die moet je gebruiken voor een Pokémon die in het water leeft. Dat lijkt me logisch. De tweede badge is in de pocket, jongens. De tweede badge is gewoon in de pocket. Lekker. En dan gaan we zo eens naar beneden, naar de volgende route. Waar we dus weer een nieuwe Pokémon kunnen vangen. Yes! Maar eerst hebben we natuurlijk even onze Pokémon geheeld. En nu we dus de tweede badge hebben behaald, kunnen we ook door. Dan moet je naar het huisje hier rechts. Kijk, Bellsprout die loopt alvast voor ons uit. Wat een baas is het toch, die Spruitje. Kijk, ook deze Squirtle. Die zorgt voor problemen. En Officer Jen die zegt, hey, geef me een Pokéball terug. Die Squirtle heeft er mooi geen zin in. En die rent gewoon keihard weg. Hij zegt, Jenny zegt, oh, hoe kan ik dat nou doen? Ik moet hier op dit huis letten. Kom terug. Dankjewel, Jenny. Nu kunnen wij dus lekker door dit huis. En het is hier een puinhoop. Ja, er is hier van alles en nog wat gebeurd, jongens. Ik zie daar voetstappen op de grond. De meubels zijn allemaal kapot. En Eevee ziet het ook allemaal. Ja, wat is er allemaal aan de hand, Eevee? Kijk, zie je? Voetstappen. Welke Pokémon is dit dan? Dit lijkt van een hele grote Pokémon. Welke Pokémon is dat? Welke voetstappen zijn dat? Ik zou het niet weten. Ik zou als eerste gewoon denken aan een Kangaskhan of zo. Wat is er allemaal gebeurd dan? Team Rocket heeft dit gedaan. En ze hebben de TM gestolen. Een TM waar Mankey en Sandshrew bijvoorbeeld wel wat aan hebben. Namelijk Dick. En Dick is een hele fijne aanval. En zij zegt, Team Rocket must be trying to dig their way into something no good. Badoemts. En dan krijgen we hier een Team Rocket battle. En bij Team Rocket denk ik altijd een Poison-type Pokémon. En die kunnen wij nog steeds niet goed verslaan, hè? Poison-type Pokémon. Want wij hebben nog steeds geen Ground en geen Psychic-type Pokémon. Maar misschien komt daar wel verandering in. Ik hoop het. We hebben eigenlijk wel een Ground-type Pokémon nodig. Dat zou wel lekker zijn voor dit team. We krijgen in ieder geval te maken met de Raticate. Dus toch geen Poison-type Pokémon. Maar gewoon een Normal-type Pokémon. En die mag tegen mijn Steen-type Pokémon, mijn Geodude. Allebei level 15. En doe je ding. Rock Throw. Hij doet Super Fang. Ja, dat is wel naar. Want die zorgt ervoor dat de helft van mijn HP eraf gaat. Dus op zich een slimme move van die Raticate. Ga je dat nog een keer doen? Ja, dat gaat hij nog een keer doen. Dit is wel heel naar hoor, jongens. Dit is echt heel naar. Wij doen nog een keer Rock Throw. Daarmee slopen we hem niet. En één move van 10 HP en het is klaar voor Steenkop. Laten we even snel een potion gebruiken dan voor Steenkop. Hoppa. Dan hebben we in ieder geval weer 30 HP over. Ja, hij blijft Super Fang doen. Daarmee gaat gewoon de helft van mijn HP kapot. Ja, dit gaan we wel redden. Dit gaan we nu wel redden. Kijk, met een Quick Attack net waren we misschien wel down geweest. Al denk ik het niet. We hadden volgens mij nog 10 HP over of zo. Raticate is down. Lekker gedaan, Steenkop. Doe je goed.
Ik ben trots op je. 216 XP. Daarmee ga je naar level nummertje 16. Hoppa. En Eve groeit ook naar level 19. Die is ook lekker bezig. En dan hebben we Team Rocket Grunt verslagen. Ja, geef me die TM terug. Geef mij die TM. Yes, dankjewel. Dankjewel. En nou opzouten. Wegwezen. Hoppa, doei. Mazzel. Kijk, en nou denk ik van ja, ik ga die TM gewoon even teruggeven aan deze meneer. Maar hij zegt dan, nou, je mag hem houden. Ik ga met Diglett gewoon trainen. En dan leren ze Dick vanzelf wel. Alright, en dan gaan we hier naar beneden toe. Om weer een nieuwe Pokémon te gaan vangen. Maar dan moeten we niet hier vanaf, maar dan moeten we hier naar beneden. Let's go. Doei, Cerulean City. Tot de volgende keer. Dan gaan wij hier naar beneden. En de eerste Pokémon die wij zien, mogen we dus vangen. En als er meer zijn, dan mogen we kiezen. En het is een Pidgey. Oh, nee. Nee. Nou, laten we Pidgey maar vangen dan. Als backup. Ah, dit valt weer tegen, jongens. Als je weet dat hier bijvoorbeeld in de ene versie Vulpix spant en in de andere versie Growlithe. Hier spant ook Jigglypuff. Dus dat had ook wel heel erg leuk geweest. Maar helaas, wij moeten het weer met een Pidgey doen. 36 XP, ja, dat is ook helemaal niks. En dan geven we hem een nickname. En ik noem deze gewoon Birdie. Nou, waarom? Kijk, daar is nu een Jigglypuff. Die had ik zo graag gewild. 3 Great Balls. Dat dan weer wel. En hier is een Vulpix. Oh my gosh, ik had zo graag die Vulpix gewild. Oh no, Vulpix, ik wil je meenemen. Maar mag niet. Hier ligt nog wel een itempje. 3 Nanaberries. En dan krijgen we hier te maken met Nuzzy. En die zegt, hey, we kunnen er hier niet doorheen. Maar misschien wel door de underground path. Het is wel een beetje donker en spooky. Oh, hij zegt, even stil, even stil. Wat ga je doen, jongen? Je gaat me niet zoenen, hè? Hij zegt, ik vroeg me af wat een sparkly ding was in je haar. Dat was een revive. Dankjewel, Nuzzy. Daar hebben we niks aan. Maar toch bedankt, jongen. En we krijgen er nog een paar. Nog 2. Hoppa. En dan vraagt hij van, hey, heb je eigenlijk tickets voor de SS, voor de boot? En ik zeg, ja hoor, neem er maar eentje. Ik heb er meer, dus alsjeblieft, kom maar gezellig mee op de boot, jongen. En hij schrikt zich kapot en zegt, wat heb jij dat van die pratende Pokémon gekregen? Nou, dat was helemaal geen pratende Pokémon, vriend. Oh, 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 Nuzzy. Hij zegt, ik ga alvast vooruit en dan zie ik je daar wel. Is goed, man. Ik had waarschijnlijk hier gewoon even een lure aan moeten zetten. Dat had denk ik slimmer geweest. Misschien hadden we dan wel in één keer Vulpix gezien. Oh, ja, al vraag ik het me af, want die Pidgeys en die Sparrows, die spannen overal, jongens. Hier in de underground spant in ieder geval niks. Ik ben benieuwd wat jij hebt te vertellen. Oh, hij zegt, als er een Pokémon op mijn schouder zit en zijn staart begint te bewegen, dan weet ik dat er een item in de buurt is. Dus we kunnen even kijken naar de staart van Eevee. Kijk, hier is sowieso een item. Die kunnen we gewoon oppakken. Dat is een repel. Maar ik vraag me af, er liggen hier ook allemaal items verstopt. Die je niet kan zien. Dus ik loop altijd een beetje zo. Hier doorheen. En kijk, hoppa, een nugget. Die is 5000 Pokémon is waard. Dus dat is chill. Ik zie zijn staartje niet bewegen. Ja, nu wel. Dus inderdaad, hier ligt nog een item. Een Big Pearl. Nice. Dus let altijd op de staart van Eevee als je hier loopt. Want als die dus heel veel beweegt, dan weet je dat er een item in de buurt is. Hier nog een lure. Die gaan we straks even aanzetten voordat we naar buiten gaan. Kijken naar de staart van Eevee. Ga je nog iets vinden, Eevee? Ligt er nog iets? Nee, er ligt niks meer. Dan gaan we hier naar boven. Gaan we even met deze mevrouw praten. En ze zegt inderdaad, ja, het is een beetje donker altijd daar beneden. En er liggen heel veel items verstopt. Oké, jongens. Ook hier geldt weer. De eerste Pokémon die we zien, die mogen we vangen. Dus daar gaan we voor. Ik heb de lure aangezet. Als het er meer zijn, mogen we kiezen. Welke zien we als eerste als we hier naar buiten stappen? Ik ben benieuwd. Het is een Rattata. Oh, het zit ons niet mee. Deze Rattata. Die moeten we vangen. Nou, let's go. Kom maar, Rattata. Als ik even recht kan gooien, tenminste. Hebben we weer een rat erbij in ons team? Oh, no. Ik noem deze ook gewoon heel simpel ratje. Ik noem hem ratje 2. Het is tenslotte ratje nummer 2 ook. Dus weet je, dat schrijf je niet zo, maar ja, makes sense. Kijk, nee joh, nu spant hier ook een Vulpix. Oh, dit is zo naar. Ik zou zo graag een Vulpix in mijn team willen. Een Fire-type Pokémon zou echt zo nice zijn, jongens. Nou, wie weet gaat het nog een keer komen. Maar ik ben echt bang dat we nooit een Fire-type Pokémon in ons team gaan krijgen. Ja, misschien als we op het eiland van Blaine zijn. Daar zou het nog kunnen. Op Cinnabar Island. Hallo, meneer. Wilt u battelen tegen mij? Gentleman Edward. Stuurt er een Eevee uit. Oké, jij hebt gewoon een Eevee. Dit had de Battle of the Eevees kunnen zijn, maar dat is hem niet. Want ik heb namelijk Pidgey op plek nummer 1 gezet. En we gaan dan keihard een Wing Attack doen. Eevee is sneller met een Quick Attack. Hoe sterk is mijn Wing Attack? Is redelijk sterk. Doe maar nog een keer.
Hij doet weer een quick attack. Dan doe ik gewoon weer een wing attack. Heb ik dan meer dan de helft van zijn HP dan? Ja, ja. Kijk, en nu kent Pidgey Roost. En dat is best wel relaxed. Hij doet nog een keer quick attack. Ik hoop dat hij... Ja, die is inderdaad niet critical. Dat is nice. Maar met Roost krijg ik dus de helft van mijn HP terug. Dus dat is 21 HP wat we terugkrijgen. En dan doe ik dat gewoon nog een keer. Want waarschijnlijk gaat hij nog een keer quick attack doen. Jazeker. Nog een keer quick attack. Oké. Jij gaat lekker. Je gaat lekker, Eevee. Krijg ik weer 21 HP terug. Ga ik nu weer een keer wing attack doen. Hij blijft maar aan de gang, hè, met die quick attacks. Als het goed is, zou dit moeten lukken. Ik weet niet wie sneller is. Misschien ben ik wel sneller. Ik ga ook een quick attack doen. Oh, hij gebruikt een full restore. Serieus? Nee, joh. Weet ik nog niet wie sneller is. Ik doe nu een quick attack. En ik ga het nog een keer doen. Nog een keer een quick attack. Ja, ik ben sneller dan zijn Eevee. Dat is wel lekker. Alleen quick attack is iets minder sterk. Het is best een spannende battle, dit. Ik moet wisselen nu trouwens. Ja jongens, dit wordt Eevee tegen Eevee. Dus toch, ik kreeg niet voor elkaar met Pidgey deze battle. Dus dan laat ik mijn overpowered Eevee het werk maar weer doen. Let's go. Pak hem. Pak hem. Oh, hij is net niet down. Hij doet een double kick. Dat is wel slim. Die is natuurlijk super effective tegen mij. Dat doe je goed, trainer. Dit is een goede trainer, man. Deze oude man is een goede trainer. Helemaal niks mis mee. Hij weet wat hij doet. Heel goed gedaan. Complimenten. GG, trainer. Je hebt het nice gedaan. Maar toch, gelukkig heb ik je verslagen. 103 XP voor Sky en voor Eve. En dan hebben we Edward toch nog verslagen. Gelukkig. En level 18 betekent dat onze Sky, onze Pidgey, gaat evolueren naar een iets grotere vogel. Namelijk naar Pidgeotto. En ik denk dat we toch wel een band gaan opbouwen ook met deze Pidgey, hoor. We vingen net een andere Pidgey. Maar deze Pidgey, die nu een Pidgeotto is geworden, is gewoon een goede member van ons team. Sky is geëvolved naar Pidgeotto. En de Pokédex zegt dat deze Pokémon vol van vitaliteit is. En hij vliegt continu in een groot gebied op zoek naar een prooi. Ja, Pidgeotto is wel een baas, man. En hiermee ga ik deze video afsluiten. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze Nuzlocke Challenge tof vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me dan zeker even op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!